Wereldhavendagen 2018. Helemaal formeel en officieel afgekondigd. Welkom bij de Wereldhavendagen. Het is vandaag de 41ste editie en ze zijn gisteren natuurlijk al begonnen. Achter mij is op dit moment het Nautisch Saluut bezig. En dat wil zeggen dat we eigenlijk iedereen verwelkomen vandaag. Dit jaar is het thema Energize. Nou, zoals jullie allemaal misschien wel weten, Rotterdam heeft de grootste haven van heel Europa. En nu willen we ook nog de schoonste worden. Zoals je kan zien, kan je een bootje zien dat waterspuit. En dat heet dus het Nautisch Saluut. En daarmee worden alle bezoekers van de Wereldhavendagen verwelkomd. Aan de linkerkant staat er een enorm schip. Dat is de MS Magellan. En dat schip dat gaat vanmiddag gaat hij uitvaren. Hallo, mag ik je wat vragen? Ja, kom daar even bij staan. Ik heb nu ondertussen ook een bezoeker gevonden. Want ik denk dat jij naar de Wereldhavendagen gaat. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Heb je heel veel affiniteit met de haven? Nee, niet echt. Ik ben gewoon bezoeken. Ben je Rotterdammer? Nee, dat niet. Ambachter. Oké. Maar je weet wel het een en ander van de haven af, of dat niet? Ja, een beetje wel. Weet je wat daar gebeurt op dit moment, dat met dat water sproeien? Ja, de welkomceremonie. Weet je waar dat vandaan komt? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, dat maakt op zich ook niet uit. Geniet je er een beetje van? Ja, zeker. Zo, nou, ik zou zeggen heel veel plezier vandaag. Yes? And I'm happy that you did. Now I'm as free as en wat vond je van het reuzenrad? Ik vond het echt heel leuk. En het ging ook wel best een beetje snel. En het was ook heel hoog. Wat zijn jullie hier allemaal aan het maken vandaag? Windmolen zijn we aan het maken. Ja. Alex? Ja. En ga je dadelijk ook nog in het reuzenrad, denk je? Ja, maar dan moet er wel glas zijn. Ik ben Joris Lutz en ik lees hier vooruit het kinderboek Fred in de haven. Wat ik met mijn vrienden Bram Klein, Bart Wijdman en Sebastiaan de Ruiter maak. Dus we doen steeds kleine voorstellingjes. En uniek het containertheater hierachter. Het hondenhoktheater. Heb jij zelf ook iets met de Wereldhavendagen? Ik heb altijd heel erg leuk gevonden. Ik ging natuurlijk met mijn zoon al daar naartoe. En ik vond het wel, wat ik op een gegeven moment heel leuk vond, hij werd ouder. Hè? Dan zijn de blusboten natuurlijk ook nog wel leuk. Maar toen gingen we ook wel vaak naar die Tweede Maasvlakte. De toekomst van de haven. Dat hield me altijd wel heel erg. En nog steeds hoor, dat vind ik steeds heel interessant. Hebben jullie ook iets met de haven of met de boten? Of, Mijn vriend die werkt voor het havenbedrijf. Dus we hebben er wel een link mee inderdaad. Die is nu ook aan het werken op een van de RPA-boten. Wat vind je van de Wereldhavendagen? Wat vind je ervan? Mooi hè, we zijn net al even in het reuzenrad geweest. Dat was hartstikke leuk. En we gaan straks nog even wat lekkers kopen. Dus het is hartstikke leuk dat er voor zoveel voor kinderen ook te doen is. Dus we hebben naar ons zin. Hier achter mij ligt een boot van de kustwacht. Ik wist niet dat Rotterdam een kustwacht had, dus ik ga wel even vragen wat ze hier precies dan doen in onze stad. Ik ben Marie-José en ik ben werkzaam bij de kustwacht. En dit is de Zeearend. Dat is een van de twee patrouilleschepen van de Nederlandse kustwacht. Twee maar? Er zijn twee van deze patrouilleschepen, ja. We hebben niet meer nodig. Ja, we hebben twee en daar dekken we heel de Noordzee mee af. Dat is een aardig gebied. Ja, het is wel een groot gebied, maar... Wel. Je zit elke keer gewoon bezig daarmee dan? Dat kan niet anders. Ja, we hebben 24 uur een schip ter beschikking. 24 uur per dag. Eigenlijk wel benieuwd. Nou, als je meeloopt, dan laat ik jullie het schip zien. Nee hoor. Kom op.
ga je nou op de zee met de rubberbootje? Hierachter. Kijk, de stoelen, daar zit de vering in voor als we erg hard over de golven stuiten. Oh, wow. En zo worden wij dan naar het te controleren bootje gebracht. Geen gordel? Nee, geen gordel. Geen gordel? Nee, je moet jezelf vasthouden. Maar het betekent dat best wel wild zijn? Jazeker. Maar als op een gegeven moment de golven te hoog worden, dan kunnen we ook niet meer overstappen op de schepen. Dan bewegen ze ten opzichte van elkaar zoveel, dan kun je niet meer veilig Langzaam? Ja, langzaam kan ook. We varen niet altijd vol snelheid. Doe je een beetje joyriden? Een beetje joyriden? Nee. Geloof ze. Naast de grote indrukwekkende shows die door duizenden mensen bezocht worden, heeft de Wereldhavendagen ook vrijwilligers die wat meer op de achtergrond staan. Ik ga mee met de reddingsbrigade en ik ga kijken hoe zij de dag beleven. Goeiedag. Mag ik met u toevallig een stukje meevaren? Ja. Ik vaar hier nu momenteel mee met de reddingsbrigade. Hoe bevalt de dag tot nu toe? Ja, rustig met kinderen, maar gelukkig droog. Dus prima. Ja, rustig. Maar zijn er ook wel eens dagen dat je wat meer te doen hebt? Ja, natuurlijk. We zijn hier voor de veiligheid en over het algemeen verlopen de evenementen heel rustig. Maar uiteraard gebeuren er ook wel eens incidenten en dan zijn we daar wat drukker mee. En als er incidenten gebeuren, aan wat voor incidenten moet ik dan een beetje denken? Nou, zoals ik net heb verteld, zijn we ook op de kant voor de EHBO aanwezig. Dus je hebt wel eens mensen die bijvoorbeeld gevallen zijn, vermiste kindjes, daar zijn we ook gewoon actief mee. En heel soms heb je wel eens een keer iets op het water. Ik ben toevallig net bij de demonstratie van de marine geweest. En dat zag er heel erg spectaculair uit, maar ik neem aan dat daar ook wel wat fout kan gaan. Ja, dat kan wel, alleen die jongens die zijn heel erg goed getraind. Het is ook een demonstratie die zij vaker uitvoeren, dus dat gaat echt heel goed. En ik kan me niet heugen dat mis is gegaan. We zijn nu live bij de Dutch Ultimate Fireman. Hier naast mij staat brandweerman Henk-Jan. En Henk-Jan, jij gaat straks iets doen. Wat ga je doen? Ik ga zo meteen twee keer de trap oplopen. Eén keer met een kettingzaag en één keer met een bundel slangen. En dan ga ik zo snel mogelijk proberen te doen. Ja, en hoe heb je hierop voorbereid? Veel sporten en verstand om nul, blik op het einde en gaan. Vind je het eng? Nee, is niet eng. Je bent al wat gewend als brandweerman natuurlijk. Ja. Gelukkig is er geen vuur vandaag. Dus. En ben je wel eens een brandend huis ingerend? Ja, zeker. Ja, daar kom ik bij de brandweer wel tegen. Ja. Ja, hoe lang ben je brandweerman nu? 16 jaar nu. 16 jaar, dat is al een tijdje. En heb je net al iets hiervoor gedaan in de ronde of is dit je eerste ronde? Dit is mijn de laatste ronde, vierde ronde. Vierde ronde al. Wat heb je hiervoor gedaan? Op welke plek sta je? Weet ik niet, ik heb het tussenstand nog niet gezien, maar we staan slangenrollen en traplopen, hijsen, gewicht slaan en pop slepen. Maar ik moet daarheen. Ja, je gaat er vandoor. Wij gaan er gewoon kijken. Succes! Hey, daar gaan ze, de mannen. Hoe was het? Was wel pittig, pittiger dan verwacht. Je ging wel een stuk sneller dan Robert. Ja, misschien met dit onderdeel wel. Maar ja, we hebben nog een onderdeel te gaan. Dus. Dat is waar. Maar wat was dat nou? Je sloeg met iets. Hoeveel kilo woog dat ding? Dat hamertje woog niet zo zwaar. Nee, dat was het probleem juist. Dat blok was wel een stuk zwaarder, ja. Moest je keihard tegenaan klappen? Ja. Keihard er tegenaan en dat bewoog maar een klein stukje dus. En wat heb je hiervoor allemaal gedaan? Hiervoor traploopoefening. En slangenrollen. Ging dat een beetje? Slangenrollen ging niet optimaal. Trap ging wel lekker. Dus nu is het weer de trap. Ik hoop dat het dan wel goed gaat. Ja. Succes. Ben je zelf brandweerman? Of? Ja, beroepsbrandweerman in Haaglanden. Cool. Nou, ik zou zeggen succes. Rust maar lekker uit. Dankjewel. I can still see my trails from the moon. Ik ben boekhandelaar te Rotterdam. We staan hier met stands. En dat is helemaal vol met scheepvaartboeken. En daar komen de mensen op af. En die blijven soms lekker even praten en lezen. En ook met anderen. Daar komen hier leuke contacten tot stand. Zie ik zo steeds. Ja. Wat voor boek heeft u gekocht? Een boek over de sleepvaart in Nederland. Voor mijn man zijn verjaardag. En
Bent u echt specifiek hier naartoe gekomen, naar deze kraam? Kende u deze kraam al op de Wereldhavendagen? Ja, want die meneer was voorheen een boekwinkel in het Maritiem Museum. En die is echt gespecialiseerd en dan kan je wel van alles vragen. Heb je al nieuwe boeken? Hij weet het uit zijn hoofd eigenlijk. Waar komt die passie voor de scheepvaart vandaan? Nou, omdat ik een vader had die meestal op zee zat. Hij kwam af en toe met verlof wel thuis. Maar in die tijd als hij weg was, dan kon ik zijn boeken, hij had allemaal scheepvaartboeken, lezen. En zo is het gekomen. En wat betekenen de Wereldhavendagen voor u? Een terugkomend uitje, een jaarlijks genoegen. We werken er naartoe. Ik sta er zelfs 3 dagen. En heerlijk, ja. I can still see my trails from the moon. Heeft u allemaal al gezien? Ik heb bijna alles gezien. Het was hier vanaf 10 uur. Oh, dus u staat hier echt al uren aan de kade? Ja, ja, ja. Vanaf hoe laat staan jullie hier al? Vanaf 12 uur, denk ik. Ja. En wat is nou de mooiste show die jullie hebben gezien tot nu toe? Ik vind het hier heel erg leuk. Wat was nou jullie favoriete show? Die helikopter. Om te klimmen. Heeft u ook echt een enorme passie voor de haven? Ja, ja, correct, ja. Want ik heb veel met schepen gewerkt. Wereldhavendagen zijn natuurlijk elk jaar een beetje hetzelfde, dezelfde shows. Gaat het niet vervelen? Nou nee, ik zie toch niet alles en ik pak er zo af en toe eens iets uit, dus ik vind het prima. Ja. Wat is nou zo mooi aan die shows? Ja, één keer per jaar, je moet ervan genieten. Bedankt voor het kijken naar deze speciale uitzending van de Wereldhavendagen bij Open Rotterdam. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.